Goedemorgen jongens, het is weer maandag. Even een normale maand. Oh, ik heb een nieuwe bril trouwens. Hallo, dit is mijn nieuwe bril. Even een iets normalere, minder chaotische week. Waardoor ik dus vorige week ook echt amper heb kunnen vloggen. Want ja, gewoon echt even geen tijd. Het is gewoon hectisch nu. En dat kan. Dat mag allemaal. En dit is de alle vlog. Even thee aan maken voor de kinderen. Ik heb vandaag Ilayla thuis ziek zitten. Dus ik werk ook gewoon thuis. Maar ik heb ook wat dingen in huis te doen. Want het hele weekend was ik er ook niet. Dus ik wil ook even alle kamers even snel 10 minuten even schoonmaken. Even alle bedden eraf halen, in de was gooien en dat soort dingen. Ik heb lijstjes en lijstjes en lijstjes die ik moet maken. Dingen die ik moet organiseren. Zowel privé als voor je dat tape. Dus we gaan straks even rustig zitten. Ik heb heel erg dorst. Dus ik ga even koffie maken. Ik maak eerst even eten voor de kinderen. En dan even koffie. En dan praat ik jullie bij. Oké, de broodbakjes voor vandaag. Ilayla is ziek, die blijft thuis. Maar wij zijn gewoon aan het werk. Dus ik doe dit sinds kort. Maak ik wel gewoon een broodbakje voor haar klaar. Zet ik alles in de koelkast. En als ik dan net in een meeting zit of zij eventjes kan klok kijken, dan kan ze het pakken. Wat zit erin? Ik heb hem al dicht gedaan. Broodje kipfilet voor Ilayla met boter van Mies. Zonneboter, paprika, tomaat. Dan gaan we deze gelijk even dicht doen. Jullie hebben hetzelfde, ja. Oh, nee, is geen tomaat. Paprika en komkommer. Paprika en komkommer. Banaan en een crackertje. En Ilayla heeft haar air up en Mies heeft van drinken van school. Nee, die drinken van school. Ik zeg drinken van school, ik bedoelde, dat is haar schoolbeker. Maar er zit vandaag oranje in, ja. Normaal zit er water in. Maar ze zei, mag ik een keer oranje mee? Nee, oké. Okay. Ik ben niet de moeilijkste. Oké. Okay. Ik ga koffie drinken. Oké, ik heb dus zaterdag een nieuwe bril gehaald. Ik ben er heel blij mee. Ik moet hem ook even een tijdje op, zodat mijn ogen eraan kunnen wennen. En ik... ja. Mijn kinderen zijn gek. Maar ik moet hem dus een tijdje op, zodat mijn ogen eraan kunnen wennen. En daar moet ik ook weer aan wennen dat ik mezelf de hele tijd met een bril zie. Want mijn bril hiervoor, ik weet niet of jullie die überhaupt hebben gezien. Maar die was heel oud. In ieder geval mijn nieuwe bril. Ik heb mensen in mijn omgeving die last hebben, die leven met ADHD, ADD, dat soort dingen. En ik krijg wel eens horen, oh je hebt echt ADHD. En nu ik ga denken aan wat ik vandaag moet doen, denk ik, wauw. Ik weet even niet eens in welk hokje ik alles moet plaatsen. Dus wat ik ga doen is een soort van brain dump. En ik heb alles wat ik in mijn hoofd heb, ook al is het pas voor eind van de week, ga ik heel even opschrijven. En dan ga ik even alles prioriteit stellen. Prioriseren. Ja, Mizu. Ja, moeilijk woord. Lang geleden niet naar opa en oma geweest. We zijn lang niet naar opa en oma geweest. Klopt, liefie. We gaan daar gaan we binnenkort weer heen, oké? Okay? Ja. Yeah. Dus ja, laten we dat even gaan doen intussen, terwijl ik mijn koffie drink. Oh, het is al 8 uur. Oh, Mies, we moeten wel zo weg. Oké, ik ga mijn koffie drinken en dan ga ik eerst Mies wegbrengen. Mies, we moeten zo weg, meis. Oké, ik heb Mies naar school gebracht en ik ga even ontbijten. Ik ga proberen nu in de ochtend als ik thuis ben gewoon even rustig een broodje te eten. Want ik merk dat mijn lichaam daarom vraagt. Ik weet niet wat het is, maar... Dus ik ben even toast aan het maken. En nu denk ik, ja, ik heb eigenlijk gewoon een broodrooster nodig. Mijn staafmixer is kapot. Kijk, ADHD in mijn hoofd. Ik ben al een lijstje aan het maken. Mijn staafmixer is kapot. Die moet ik sowieso halen, want anders kan ik geen soep maken. En ik heb voor 2 soepjes heb ik ingrediënten in de koelkast die ik deze week sowieso wil maken. Even voor avondeten, voor lunch. Ik hou van soep. En ik wil een broodrooster. Heb ik altijd gehad. Toen ik alleen was, zeg maar. Maar nu niet. Dus ik wil even een goede, leuke, mooie, stevige broodrooster. Dus of ik moet even naar de Mediamarkt. Of ik moet wat bestellen. Gaan we even kijken zo.
Dus ik ben mijn lijstje aan het maken. Ik moet Mizu haar feestje organiseren. Ik ben bezig met het organiseren van de fotoshoot. Taart voor Mizu haar feestje. Taart voor de fotoshoot. Ik moet champagne halen. Fotoshoot is over 2 weken of over een week. Modellen zijn geregeld. Ja. Wat nog meer? Ik ben mijn lijstje aan het maken. Even kijken, we hebben staafmixer, ik moet editen, niet vergeten te vloggen vandaag. Ik wil nog even langs de Douglas, kerstspullen opruimen, bedden goed, bedden verschonen, de shoot organiseren, Mizu verjaardag, taart, champagne, nog een boekje afmaken. Ik heb nog allemaal dingen van mijn coach die ik moet doen. Oh, het is heel donker, sorry. Allemaal dingen van mijn coach die ik nog moet doen. Was, ik moet de was doen, opruimen. Ik heb zoveel te doen. Zo, dit is mijn ontbijtje. 2 geroosterde broodjes met kaas en boter. En ik ben even op zoek naar een staafmixer. Okay, we hebben even een snack break. Oreo koekjes met aardbei. En ik ga je eerlijk zeggen wat ik ervan vind. Want ten eerste, haal je ze eruit, er zitten 3 in de verpakking. Ze zijn allemaal zo. Dus je kan ze niet rustig draaien. Dan gaat het kapot. Oh, deze wel. Maar oké. En dit is aardbei. Het proeft. Het ruikt, aan de ene kant denk je, oh, het ruikt lekker. Vind je het lekker? Mm-hmm. Ik vind het echt naar tandpasta proeven. Gadver. Ik vind het echt niet lekker. Ik had ook Douglas op mijn lijstje staan, maar dat gaat niet lukken. Auw. Want ik was naar school geweest om Mizu op te halen, maar die is bij een vriendinnetje gaan spelen. Dus ik ben nu thuis. Ik ga heel even een koffietje doen en dan ga ik gelijk eten maken, want ik moet Mizu zo weer ophalen. Dus heb ik dat alvast gedaan. Wat is er, schatje? Kijk, Mies. Mies, eigenlijk is het Mies, maar ik noem haar Mies. Mies is bij een vriendinnetje aan het spelen en die heet ook Mies. Ja, klopt. Maar ik noem Mies gewoon Mies. Ja. Van Mies is lief. Ga maar even jouw water drinken. Ja. Ik zag dat je nog best wel wat water had. Koffie, thee. We gaan spruitjes eten trouwens. Yummy! Met kip? Ja. Ik ben heel zenuwachtig, want ik ga de jurk ophalen. En het voordeel van dat we het lekker hier in Nederland laten maken, is dat we gewoon met de auto het gaan ophalen.